de mensen uit Scherpenzeel zelf zijn heel benieuwd naar wat er komt, wanneer er komt, ook ja, in welke prijsklasse er ontwikkeld gaat worden. En ja, wij bespeuren toch wel heel veel enthousiasme hier in Scherpenzeel. Wij als gemeente zijn grondeigenaar geworden onlangs van een deel van dit gebied. Een ander gedeelte hadden wij al in bezit. En dat doen we als gemeente zijnde om regie te kunnen houden op het, ja, op het proces. Wij kunnen aan de voorkant daarmee bepalen ja, hoe zo'n wijk eruit komt zien. Wat voor een inrichting, wat voor een typologie aan woningen. En ja, dus echt gewoon ja, als gemeente zijnde daar invloed uit om te kunnen oefenen. De winsten van de grondexploitaties die stoppen wij in de reserve. Dat is eigenlijk het spaarpotje wat je als gemeente zijnde hebt. Aan de ene kant heb je de structurele lasten. Die dien je ook structureel af te dekken. Nou, dat is je begroting. En daarnaast heb je ook je spaarpot, de reserves, waarmee je al je incidentele in- en uitgaven kan organiseren. Betaalbaar staat wel echt op de agenda, ook mede door het amendement wat bij de raadsbehandeling van dit project is ingediend. En daarmee heeft de raad ook echt het college de opdracht gegeven te onderzoeken hoe je de betaalbaarheid nou ja, kan controleren. Daarbij wel de kanttekening. De betaalbaarheid wordt wel voor een groot gedeelte door de markt betaald. De grondprijzen die leg je als gemeente vast. Maar hoeveel het vervolgens wordt doorverkocht, daar heb je als gemeente geen grip op. En daar wordt momenteel echt onderzoek naar gedaan hoe je als gemeente invloed op die marktwerking kan hebben. Een nieuwe woonwijk betekent dat er nieuwe kinderen zijn die in de basisschool terechtkomen, maar die ook lekker gaan voetballen of gaan hockeyen of gaan zwemmen. Daarbij zullen ook de ouders hun boodschappen hier gaan doen, waardoor ja, de lokale middenstand ook profijt zal hebben van zo'n dergelijke ontwikkeling. Waardoor je echt als dorp samen ontwikkelt en groeit. We hebben in 2019 en 2020 veel input opgehaald bij de inwoners. We hebben enquêtes uitgezet onder alle inwoners. We hebben specifieke jongerenenquête uitgezet. We hebben inwonersbijeenkomsten georganiseerd. En uit de hand van al die input is uiteindelijk de woonvisie opgesteld die in 2020 is vastgesteld. In de woonvisie lichten we met name starters en senioren eruit als de twee doelgroepen die in Scherpenzeel echt het meest behoefte hebben aan woningen. Dat houdt in dat we met nieuwe ontwikkelingen in Scherpenzeel vooral eerst kijken of we deze twee doelgroepen het meest kunnen bedienen in de nieuwe ontwikkelingen. Als gemeente is het denk ik heel ingewikkeld om te sturen op de woningmarkt. We zien natuurlijk in heel Nederland dat de prijzen gigantisch hoog zijn en de behoefte is groot. Waar we als gemeente het meest op kunnen en willen sturen is op de typologieën van de woningen, de grootte van de woningen. Dat proberen we bijvoorbeeld in het project Zelder, dat is het laatste stukje van Akkerwinde, waar we echt specifiek kleinere woningen gaan bouwen voor zowel starters als senioren. En door de omvang van de woningen, de beperkte omvang, hopen we ook de prijs laag te kunnen houden. Naast de omvang van de woningen proberen we als gemeente ook andere middelen in te zetten op de woningmarkt. We hebben bijvoorbeeld nu de startersleningen in Scherpenzeel een aantal jaar lopen. En we onderzoeken ook of we andere middelen kunnen inzetten om die woningen betaalbaar voor starters aan te kunnen bieden. Je ziet dat de druk vanuit de Randstad in Scherpenzeel meevalt, omdat we ook niet heel veel OV-verbindingen hier hebben. We hebben in Akkerwinde onderzocht waar komen de mensen vandaan die daar gaan wonen. En dan zie je dat meer dan 60% uit Scherpenzeel zelf komt. En meer dan 85% heeft in het verleden in Scherpenzeel gewoond en komt weer terug uit een andere gemeente. Dus we denken dat de behoefte vanuit Scherpenzeel zo groot is dat we zeker voor de Scherpenzeelers bouwen. Daarnaast zien we ook dat de mensen die aanvullend daarop zeg maar, in de woningen in Scherpenzeel komen wonen, dat die een regionale binding hebben en vaak uit een direct aanliggende gemeente van Scherpenzeel hier komen wonen. Mijn naam is Gerard Klomp, ik ben regiomanager bij Van Wanrooij Projectontwikkeling. Een van de drie ontwikkelende partijen in dit nieuwe plangebied, de nieuwe koepel op de Scherpenzeel. Van Wanrooij Projectontwikkeling doet dit samen met de Bunte Vastgoed en Van Swaay Projectontwikkeling. En uiteraard in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel. Ja, in dit plangebied komen circa 450 woningen. In een diverse opzet, ook in een diverse differentiatie, noem het maar van goedkope starterswoningen tot vrijstaande woningen. Ook sociale huur komt hier terug in samenwerking met woonsteden. En ja, wij hebben als partijen hebben wij behoorlijk veel ervaring met dit soort gebiedsontwikkelingen, zoals ik het noem. Het is niet alleen maar, wij realiseren niet alleen maar woningen,
Maar hier wordt ook een stuk openbaar gebied ingericht waar thema's zoals duurzaamheid, recreatie, natuurinclusiviteit terugkomt en ook heel actueel ook klimaatadaptatie. Dus een wijk met een behoorlijk ruime groene opzet passend bij de woonbeleving van Scherpenzeel. Ja, wij zijn als ontwikkelaar ook betrokken geweest bij de nieuwbouwwijk Akkerwinde. Deze nieuwbouwwijk biedt echt als inspiratie voor de nieuwe koepel. De wijk heeft een speels en groen karakter met veel dorpse architectuur die we hier ook in de nieuwe koepel een plek willen geven. Die wijk die staat er ondertussen en wordt ondertussen bewoond door veel Scherpenzeelers, waarin we merken dat er echt een thuisgevoel plaatsvindt. En dat thuisgevoel willen wij hier in de nieuwe koepel ook over gaan brengen. Wij hebben enige tijd terug in samenwerking met de gemeente een participatiebijeenkomst geweest. En de woningen of de omwonenden reageren daar eigenlijk heel enthousiast op. En ook de mensen uit Scherpenzeel zelf zijn heel benieuwd naar wat er komt, wanneer er komt. Ook in welke prijsklasse er ontwikkeld gaat worden. En wij bespeuren toch wel heel veel enthousiasme hier in Scherpenzeel. Als u geïnteresseerd bent in een koop of een huurwoning in de nieuwe koepel, dan kunt u zich alvast inschrijven voor een nieuwsbrief op www.denieuwekoepel.nl.